Voordat überhaupt zo'n project van start kan gaan, begin je vanzelfsprekend met het opgeven van tarieven. Om goede kosten aan te kunnen geven, moet je weten wat je tegenkomt. Moeten er lantaarnpalen weg, moeten er rijplaten gelegd worden, et cetera, et cetera. Dat is het allereerste begin. Al met al denk ik dat we een maandje of drie bezig geweest zijn. Je hebt contacten met provincie, lokale overheden, toeleveranciers met betrekking tot rijplaten leggen, et cetera, et cetera. Nou, chauffeurs moeten de route kennen. Er moet een goede communicatie zijn tussen chauffeur en begeleider. Want zo raar het ook klinkt, de man die achterrijdt, die is minimaal zo belangrijk als de man die voor in de truck zit. Ze moeten onderling van elkaar weten wanneer er stop gezegd wordt dat het ook echt stop is. Het moet een vakloos zijn. Ik ben dan van de begeleidingsgroep van ons. En dat is ja, eigenlijk wel essentieel voor de chauffeur met oog op schades. De chauffeur kan op zo'n lengte eigenlijk niet zien wat erachter gebeurt. En daar zijn wij eigenlijk voor aanwezig. Met zulke grote delen gaan we eigenlijk altijd mee. We blijven meestal er ook bij met laden en met lossen op de bal. En dan gaan we meestal gezamenlijk weer terug. Want leeg zijn de jongens vaak ook alweer begeleiding nodig. De rol van de planner is essentieel. Hij moet ervoor zorgen dat de voertuigen op het juiste moment op laad- en losplaatsen aankomen. Het kwestie van afstemmen. De componenten moeten niet op een willekeurige, maar op een hele specifieke volgorde gelost worden. Dus er moet van tevoren goed nagedacht worden. Wanneer laden we welk component om ervoor te zorgen dat die op het juiste tijdstip op de bouw is. Prima lopen. Het is uitdagend werk om altijd weer een torendeel zonder schade over te brengen. Dat is het mooie ervan. Dit is het onderste deel. Die leggen we hier met deze triller. Kunnen we hem zelf neerleggen. Dan pakt de kraan hem op en die bouwt hem hier morgen op het fundament. Dan wordt hij erop geplaatst. We zijn, op dit moment staan we hier aan de grens, aan de Lutte. En we hebben een windmolenbuis gelaten. We brengen hem door naar Wieringenwerf. Er is een testprojectcentrum is dat daar. We proberen allemaal zo goed mogelijk ons best te doen om die buis onbeschadigd van A naar B te zien te krijgen. Deze toren gaat in totaal, is een vijfdelige toren, gaat vijf buizen, dus vijf vrachtwagens alleen voor de buizen. Dan heb je nog een machinehuis, dat is ook één vrachtwagen. En dan heb je nog een hub, dat is ook één vrachtwagen. En dan heb je nog drie bladen. Wij gaan vandaag met transport, met de machinehouse van GE, gaan we vanaf Bad Bentheim, de Poppen, grens met Nederland, gaan we naar Wieringenwerf toe, waar dus de machinehouse wordt gelost. Als je bij Wieringenwerf eraf gaat, daar kan het een beetje krap worden, een beetje smal, maar verder verwacht ik geen problemen. Ik doe dit al 15 jaar, maar het is een prachtig mooi transport.
Wij vervoeren windmolenvleugels. Deze zijn van 65 meter lang. Die komen uit Denemarken. Die brengen we naar Wieringenwerf voor een testmolen. En we gaan zo meteen vertrekken hier de snelweg op richting Arnhem. We kunnen hier de bocht niet pakken, dus we gaan hier achterwaarts terug. De snelweg weer op en dan voorwaarts richting Arnhem. Dit is weer een uitdaging. Deze zijn weer 10 meter langer dan normaal. Dus ik heb de laatste paar jaren heel veel met 65 meter gereden. En nu zijn we 74. Dus het is elke keer weer een nieuwe uitdaging. We zijn gisteravond dus vertrokken en het transport liep mooi over de weg, ging helemaal goed. Geen enkele problemen gehad, ook de laatste rondonde ging nog mooi. Was wel krap, maar allemaal perfect zonder schade overgekomen vannacht. En nu staan we te wachten tot we kunnen gaan lossen dat de spul opgehezen wordt. Zometeen worden de vleugels in de kraan gehangen en dan gaan ze omhoog en dan worden ze gemonteerd. En dan zijn wij hier klaar, dan gaan we weer naar huis. De communicatie met de collega's, al mijn eigen begeleiders, dat ging top. Zonder die goede begeleiders dan kun je zo'n transport ook niet goed doen. En dan heb je grote risico's op schades. Dus, en nu is het allemaal perfect verlopen. We zijn uiteraard heel erg blij en trots op het feit dat we schadevrij allemaal overgekomen zijn. En dat we weer een stukje kwaliteit richting de klant hebben kunnen leveren.